De afdeling drugsbestrijding van het korps politie Suriname heeft vanmorgen een grote partij drugs verbrand. Vanwege veiligheidsredenen kunnen wij de locatie niet prijsgeven, maar ATV-reporter Sifra Goudland heeft het volgende verslag. Kijkers, achter mij ziet u een stel agenten die bezig zijn drugs, een partij drugs, op een stapel te plaatsen die straks verbrand wordt. De drugs die in beslag is genomen is vanaf de periode februari tot medio juni. Pratitia Forster, hoofdinspecteur en hoofd van de afdeling drugsbestrijding van het KPS, zegt dat er niet altijd gelijk verdachten in beeld zijn of worden gebracht. Zij legt uit hoeveel verschillende typen drugs vandaag verbrand zijn. We cocaïne in vaste vorm, cocaïne in vloeibare vorm, marihuana, uh, jammy, ecstasy en um, uh, metanine, met name sucro, bekend in de volksmond als sucro. Als we kijken dat het meest dat nu verbrand is cocaïne is in vaste vorm met name 625,5 kilo. We hebben vloeibare vorm 121.000 ml, marihuana, jami 556 kg. We hebben methaan, sucro, 517,3 gram en we hebben aan ecstasy tabletten 496 pillen. De hoofdinspecteur legt verder uit dat de verbrande drugs afkomstig is van verschillende cases. Onder andere de drugs uit enkele AKE-containers op zanderij, drugs die in een cilinder in een container op de Nieuwe Haven waren en ook drugs in postpakketten die zijn aangeboden. Forster zegt dat er opnieuw getest wordt om na te gaan dat het om pure drugs gaat. Het is een procedure. Op het moment dat die drugs in beslag is genomen, wordt het overgebracht naar de afdeling Narcoticabrigade. En daar testen we vooraf. En als wij hebben getest, is het dan een indicatie dat er sprake is van drugs. Maar om het uh, vast te stellen, dus de zekerheid te hebben, sturen we het um, naar. Uh, het centraal laboratorium, zodat ze dat ook nog voor ons kunnen vaststellen, dan hebben wij de zekerheid. En wanneer wij de resultaten daarvan hebben verkregen, maken wij wederom contact met het Openbaar Ministerie. En in overleg met het Openbaar Ministerie wordt dan de drugs vernietigd. Wanneer wij hier komen, moeten wij ook zeker zijn, ook het openbaar ministerie moet zeker van zijn, Althans, de officier van justitie die het OM vertegenwoordigt, moet er van zeker zijn dat er inderdaad drugs wordt vernietigd. Vandaar dat wij, zoals u daarnet gezien hebt, cocaïnetesters en uh, marijuana testers hebben meegenomen. En het resultaat daarvan heeft u ook al gezien. Reticia Forster, hoofd van de afdeling Drugsbestrijding van het Korps Politie Suriname. Ze sprak vanmorgen tijdens de verbranding van een grote partij drugs. De groep blijft op de plek tot alles helemaal is verbrand.